Hey, jongens. Hey, Donnie. 8:30. Wacht even, ik krijg voice met me van Barend. Even kijken hoor. Ja, ik vond jouw boosheid wel mooi gisteren. De 10 jaar werking! Juist hier ben ik het op begonnen! Kom maar door. Ik kan zorgen dat de productie even contact met je opneemt. Hey! Zijn dit die gevaarlijke dopingspullen? Ja, dit zijn. Hey, levensgevaarlijke spullen zie ik daar staan. Ja. Hey, mag even. Kijk uit, kijk uit! Hebben we niet een paar. Kunnen we een paar appels halen of zo? Ja. Sinaasappels? In plaats van die gevaarlijke spullen. Hey, kom aan even. Hebben we een paar appels? Die vitamine C is wel heel link hoor. Jij maar even een pompet op die feest. Neem ruim, want het is tenslotte donderdag. Het is Donnie donderdag! Hey, het is Donnie donderdag! Gevaarlijk doen, hè, met die schipjes eiwitboeren. Ja, maar ik heb wat in een jaar over me heen gehad, joh. Met die schipjes eiwitboeren. Ja, schipjes eiwitboeren. Ja, maar dit verzuivingen voor de luchtregels. Oh, ja. Stond in de krant. In de krant. Hey, ik neem er nog eentje voor de verzuivingen. Ja, ik neem er ook nog eentje, jongens. Goedemorgen! Ik neem er nog even lekker eentje op die luchtregen. Allemaal gezeik, wat ik er al die jaren over me heen heb gehad. Maar wij scoopen gewoon door groeimaten. Oh, kijk er nou uit. Dinsdag dit, komt altijd op donderdag. Kom maar. Is het donderdag? Hoi, Lord. Zo tussen die puigel. Hoi. Zo tussen die puigel. Zo tussen die slatjes. Het is er al lekker! Gevaarlijke spullen! Oh. Ja, dit weekend gaat er ook met doping in, hoor. Hey. Ja, er is een hele pakket doping in. Ah, nee toch? Nee toch? Show nieuws! Ja, laten we daar eens even over hebben. Wij zijn bij nieuws weer. Over de duizenden mensen die naar festivals gaan. Nee, we staan er allemaal nuchter hoor! Hey, we staan er allemaal nuchter hoor! Fucking mellow motherfuckers. Hij heeft nu 340 gelopen bijna. 340.000 kilometer. We hebben er net een nieuwe versnellingsbak in zitten. En wij gaan proberen sowieso een 500.000 erop te rijden. Ja. Toen ook met die polo van mij, dat ging niet goed. Ja, die had ook een partij gelopen, hè? Een 500.000. 7 ton. Nee, joh, hou op, joh. Deze auto die hebben we helemaal gort lopen beuken met 3,5 ton zit er al op. We rijden ook nog even door 20 voorwerpen heen. Het enige wat je hoeft te doen is een nieuw versnellingsbakje erop. En een boelbar. Voor de rest hebben we niks gedaan aan die fucking auto, hoor. We hebben dat de counter gemaakt op Nieuwsuur. Hartstikke bedankt voor jullie reacties ten eerste. Want echt waar, die reacties zijn gewoon heerlijk om te lezen. Dat wij dus ook niet lijp in ons kop worden, weet je wel. Dus dat het gewoon klopt met wat we zeggen. En ik krijg ook allemaal telefoontjes net van Barend, uitnodigingen. We hebben zometeen ook weer een afspraak met Jeroen Holtrop. Oh, oké. Okay. Maar die was al een keertje bij ons geweest en ik vind hem wel dus een hele aardige gast. Dus ja, we hebben allerlei interviews die we gaan doen om dit helemaal op te blazen. Ik heb een advocaat erop gezet. We gaan voor de rectificatie van Nieuwsuur of dan wel de dopingautoriteiten. Want wij staan gewoon op hun site en ze doen overkomen alsof onze producten bij die hele batch hoort waarvan dus de spullen niet kloppen. Dus we gaan daar gewoon achteraan. En dan gaan ze gewoon even met de billen bloot. Mensen die willen profiteren van een actueel item of zo. Kijk, wij staan natuurlijk op social media bovenaan. En dan pakken ze natuurlijk gelijk degene die het meeste bereik heeft, want dat is dan een hot item. Terwijl ik helemaal niet de grootste speler ben in deze markt. Maar dat maakt mij niet uit, ik weet hoe het werkt, dus dat is prima. Maar weet wel, wees ervan bewust met wat je wenst. Want ik kom 8 juli aan met het hele pakket! Het hele pakket! Want geld interesseert me echt helemaal niks. En ik heb nu echt veel munitie gewoon achter me. Snap je? Ten opzichte van
jaren geleden. Want ik, dit is niet de eerste keer. Dit is gewoon, elk jaar is er iets. Snap je? En nu is het gewoon klaar. Nu wordt het steeds serieuzer. Steeds... Gewoon lekker met de regeltjes wel. Maar... Gewoon met minutie erachter. In de vorm van euro's. Dus we gaan jullie pakken. Als jullie achter ons aankomen. Onterecht, hè. Als er iets echt is, dan moet je het zeggen. Dan passen we dat ook aan. CLA hebben we er ook allemaal uit getiefd, bijvoorbeeld. Dus dat doen we gewoon. Goed lekker. We gaan even lekker back attack doen. Back attack of niet, Donnie? Inderdaad. Was je van het spelen? Met het hele pakket. Was je mee van het spelen? Ja, eventjes snel voor het weekend afpassen. Ja, wel hè. Ja. We kijken wat opties zijn. We kijken wat opties allemaal zijn. Ik ga nu die Axel bellen, want wij gaan met die jet gewoon. Ja, was dat nog niet... Lekker, daar zo'n V8 even in de morgen. Ik heb een elektrische auto besteld. Want ik wil serieus wel de daily driver elektrisch doen. En opladen met zonnepanelen, daar zijn we ook mee bezig. Om al die uitstoot te compenseren. Alleen het wordt maar niet geleverd. Dat is ook het probleem. Het is niet alleen natuurlijk ook gewoon in een Twingo rijden. Ja, zoveel kilometers maken we niet. Kijk, het lijkt heel veel natuurlijk als je 80 van die auto's hebt. Je kan maar één tegelijk bereiden, weet je. Ik heb trouwens ook een half elektrisch al, hè. Met Dionne. Zek. Zek gaat wel echt tegen hard viral hoor, met sommige dingen. Hier. Ik geef René een scoopie. Kosso erbij, allemaal blikken in het water. Ik ben me even wat zwaarder gaan trainen, want dan moet ik meer agressie gebruiken. En die heb ik er nu in zitten, hoor, van het Nieuwsuur. Daar wil ik ze wel even voor bedanken. Dat is altijd zo met al die shit. Als er weer iets is, dan kom ik altijd 10 keer harder terug. En dat vind ik heerlijk. Vraag voor de volgers: hoe lang heb ik op dit apparaat gezeten? Er zijn heel veel video's online dat ik op dit exacte apparaat zit. Gaan we nu kijken naar Donnie Roelvink op de neutral grip, level down en de fit for free. Soms heb je 1 set nodig, 1 set waarin je Super Saiyan wordt. Even deze. Yeah buddy! Yeah buddy! Kijken wat zit er allemaal in, hè? Hele pakket. Cool dry blikje ook, hè? We wouden even vragen of jij geabonneerd was. Kijk, ze kan gewoon tijdens het lopen kan ze gewoon laten zien dat ze geabonneerd is. Ja, met nou, er zit een nieuwe, ook een zwarte beker in. Je hebt al de gouden. Wow. Een V2 en een blik. Ik zet hem hier voor je neer, hè? Dan kan je doorgaan. Zelfs een gold dry blik zit erin. Ze is al bijna een uur aan het lopen, hè? Kijk even. Nee, dat is de... Hij loopt af, Donnie. Oh, hij loopt af. Bijna goed. Ik ben echt kwaad. Hey. 7 mei. Hier in Hilversum is er een powerlift wedstrijd.
gesponsord door Clean Nutrition. Er komen prijzenpakketten. Sam en ik die delen ook de prijzenpakketten uit. En Hennis die is erbij. Als jury. Als jury. En coaching. Mocht je fris zijn, dan kan je komen. Kijk, wat er niet wordt verteld eigenlijk in deze video, is dat wij tussen de setjes door lopen de hele tijd te geinen en te lachen, weet je wel. Want het is natuurlijk donderdag, mooi weer. Donnie donderdag. Eigenlijk even die 98 hebben van Donnie. Ja. Huh? Water 98 heb ik nodig voor jou. Wat maar hoor. Een tijdje mooi weer, hè? April, april doet wat hij wil. Oh, janken, 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 het sneeuwt. Moest kijken. Dat vind ik ook zoiets nutteloos. Jank om het weer. Ik geniet gewoon altijd. Dan denk ik altijd even focus. Bij slecht weer, bij mooi weer denk ik nog meer focus, maar ook flaneren. Oh, wel een top houden, hè? Kijk hoe die staat. Staat te lopen. Zo, dat is even moeilijk.